Hoi, afgelopen maand heb ik een aantal dingen gekocht en die wil ik dolgraag met jullie delen. Zoals je kunt zien heb ik mijn haar geverfd. Ik twijfelde al heel lang over of ik nou wel of niet, of ik het nou zou verven of niet. Maar uiteindelijk heb ik gewoon besloten van, ik doe het gewoon, dan hoef ik in ieder geval nooit meer te twijfelen. Dus ik ging naar de kinkykappers en liet het verven. De kleur. Ik vind de kleur hartstikke mooi, maar of het nou echt iets voor mij is, ja, ik weet niet. Ik kan er nog niet echt aan wennen, zou ik het zo maar zeggen. Daarnaast is het niet voor herhaling vatbaar voor mij, want heel mijn hoofdhuid is kapot. Er zitten korstjes op, het schilfelt, heel mijn haar is aan het afbreken en ja, daar baal ik echt gigantisch van. Daarnaast, ik moet mijn haar binnenkort denk ik een heel stuk af gaan knippen, want ja, het is gewoon echt dood. daar baal ik wel gigantisch van, maar ja, het is dus niet anders. Ik heb het in ieder geval geprobeerd, dus omdat mijn haar dus zo beschadigd was, kocht ik dit. Dit is... Dr. Organic Argan Oil haarmasker. Het is dus gewoon een haarmasker, maar mijn haar is dus nu zo beschadigd als ik er iets in smeer, is dat bijna ook gewoon niet meer uit te krijgen. Dus verder kocht ik nog jojoba olie. Geen idee of ik het goed uitspreek, maar een tijdje heb ik bij mijn oren aan het stretchen. En ja, het wil niet echt genezen bij mij en... Nou, ik had al van alles geprobeerd, behalve dat spul. En ja, dat spul is gewoon perfect. Normaal duurde het echt super lang voordat het echt wilde genezen bij mij. En met dit spul was binnen een paar dagen was meteen genezen. Dus in ieder geval super. Ik zit nu op 4 mm. Het is nog niet heel erg groot, maar ik ga ze ook niet echt enorm groot maken. Maar goed. Wat kocht ik nog meer? Oh ja. Omdat ik mijn haar niet in het begin niet echt mooi vond staan, de kleur haar in ieder geval, dacht ik, ik sla wat make-up in. Misschien dat met make-up wat, dat ik het mooier vind. Dus ik kocht nog een matte poeder van Catrice. Lichte kleur. Als ik foundation aanbreng, dan glimt het vrij erg en ik haat dat. Dus die kocht ik ook meteen. Ik kocht nog een eyebrow kit. Om mijn wenkbrauwen een beetje bij te kleuren. Daarnaast kocht ik ook nog deze Catrice lip liner. Want ja, zoals je kunt zien, ik heb alles behalve grote lippen. En ik dacht, ik wil ook van die Kylie Jenner lippen. Maar daar blijkt je dus wel echt een master in make-up voor te zijn. Want ik kan het dus echt gewoon niet. Ik ben gewoon rampzalig met make-up. Dus niks voor mij. Dit is overigens de kleur Love the Way You Plum. Met kleur nummer 040. De kleur is overigens wel heel mooi, maar ik ben gewoon rampzalig met make-up. Dus het is denk ik gewoon echt niks voor mij. In februari was het ook carnaval. Ik woon in Brabant, dus hier wordt echt carnaval gevierd. Ik was eerst van plan niet te gaan, maar uiteindelijk ben ik toch gegaan. Ook al was het maar één dag. En ik kocht dit pakje ervoor. Dit is een soort matrozen pakje. Er zit een broekje onderop, wat je nu niet helemaal kunt zien, maar het is een broekje. Deze kocht ik dus. Deze had ik zaterdagavond aan. Dit is ook de enige avond dat ik uit ben geweest. Bij de H&M kocht ik dit weer een broekje. De achterkant heeft hij gewoon zakken. Met deze ben ik heel erg blij. Ja, ik was hier al vrij lang naar op zoek, alleen de meeste korte broekjes staan bij mij achter helemaal open. Dat vind ik dus zelf niet mooi. Bij deze is er dus niet. Deze was 20 euro. Ook bij de H&M kocht ik nog deze top. Ik heb de kaartjes nog aangehangen, ik kon niet zien hoe duur die nog was. Deze. Dat is de voorkant. Met dit als achterkant. Live to love. Love to remember staat erop. En aan de voorkant staat, staat eigenlijk hetzelfde, alleen dan in het klein. Hij heeft van die grote, hoe noem je dat? Grote armsgaten, zoals je kunt zien. En deze vond ik gewoon super leuk. Ik ga hem alleen nog wel korter maken, want voor mij is het nu net een jurkje. Maar goed, deze was €14,95. Ook van H&M. En dan kocht ik nog een broek. Deze, met een wassing en de knieën zitten dus van die
gaten. Ja, de pijpen zijn een beetje anders. Die zijn soort afgeknipt, zeg maar. Ik weet niet hoe ik het anders uit kan leggen. Het is eigenlijk, zoals je kunt zien, een skinny enkel jeans. Alleen in mijn geval is voor mij dus gewoon een lange broek, omdat ik zo klein ben. Dus dat gaf mij wel de doorslag om deze broek te kopen. Want dan hoef ik het niet korter te maken. Dus ja, dat is voor mij dus gewoon ideaal. Deze was 30 euro. Deze komt dus ook van H&M. En ik was nog met mijn moeder naar de Primark geweest. Want ze moest nieuwe kleding hebben. Omdat ze binnenkort op vakantie gaan. En ik zag daar deze top liggen. Deze. Met van die franje knoopjes dingen onderop. Ik weet niet of je het heel goed kunt zien. En dit is de achterkant. En deze kreeg ik dus van mijn moeder. Deze was overigens 8 euro. Hij is nog te koop bij de Primark. Dat was het eigenlijk. Dat waren mijn aankopen. Het is niet veel, maar ik wil dat wel even met jullie delen. Want ik vind het zelf gewoon super leuk wat ik heb gekocht. Ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Mag altijd een duimpje omhoog doen. En tot de volgende keer. Doeg!